Goedemiddag. Op deze wat drogere zaterdag als gisteren. Toen kwam er wel heel veel regen uit de lucht. En nu is het hier in ieder geval droog. Een heel flauw zonnetje. Maar gezellig dat jullie er zijn. We gaan lekker een poosje aan de hobby, zeg ik dan altijd. Knutsel, hobby. En ik ga vandaag met jullie een leuke kaart maken met de lijn van Studio Light. En dat is Nature's Dream. Nou, jullie hebben er alvast al dingen van langs zien komen. Ik ga deze even weghalen. Want ik ben er nu. Dus even weer op zijn plekje zetten. Zo. En ik ga heel snel toch even door de materialen heen voor degenen die het nog niet hebben gezien. Dat is misschien wel zo leuk. Dus even kijken, dat is veel hoor. En ik heb hier al dingen uitgestanst waar ik zo meteen mee aan de gang ga. Dus even opzij leggen. Ja, ik geloof dat ik het heb allemaal. Nou, als we gaan beginnen met het papier, met de paperpad, dan is dit. Nou, hier op de achterkant kan je al de verschillende designpapiertjes zien die erin zitten. Nou, dat zijn prachtige papiertjes die niet te druk zijn, waar je heel veel mee kan, waar je op kan stempelen met de mask kan werken. Ga ik zo laten zien. En dit zijn ze dan in het echt. Nou, ik heb hem natuurlijk al gebruikt, hè, dus dat snappen jullie. Dus alle papiertjes zitten er 3 keer in. 4 keer zelfs. Mooi hè, die groene gaan we straks misschien nog mee werken. En deze ook. Ja, ik vind ze echt fantastisch mooi papier. En nou, dit komt ook terug in de stempels. Die onderste rand die erin zit. Kijk, deze. En ook deze. Kijk, dit is ook een mask wat ik zo meteen ga laten zien. Dus die is heel erg mooi. Nou, dan heb je de mask. Dan heb je de rondjes. Daar heb ik iets mee al uitgeprobeerd. Maar nog niet verder mee gekomen. Kijk. Daar heb ik dit. Heb ik met transparante, hoe heet het nou? Structuurpasta gedaan. En daarna, toen ik dat had gedaan en heb laten drogen, ben ik er met distress inkt over gegaan. En dan krijg je dit resultaat. Een kikker in mijn keel. Dus dit ga ik nog eventjes bewerken. En dan komt er nog vast een hele leuke kaart mee. Dus dit is met dat mask. Dan hebben we nog deze. Nou, die liet ik net al op het papier zien. En dan hebben we deze nog met die mooie bladeren. En dan is er nog één. Die zie ik zo snel niet hier. Met rondjes. Die heb ik wel. De inhoud, maar niet de verpakking. Dat is deze. Nou, dat zijn dus de masks die erbij horen. Onwijs leuk om mee te werken. Dan ga ik naar de stansen. Nou, dan heb je de A5 kaart. Met die 3 luikjes. Nou, die heb ik uitgestanst liggen. Daar kunnen we eventueel nog wat mee doen. Deze ga ik sowieso. Dat is met die 2 langwerpige luikjes. Die gaan we maken. Dus die ga ik zo meteen laten zien. Daarbij passend de andere stansjes van zeg maar de grasjes en de bijtjes en vlinders. En een foto. Ja, zo'n Polaroid dingetje. Dan de kleinere stempels. Nou, wat ook allemaal terugkwam in het papier. Ik ga er een beetje snel doorheen. Want ik geloof, het is niet de nieuwste. En volgens mij is die in de winkel ook al een heleboel keer aan de orde geweest. Willen jullie dat ik de nummers opnoem? Dan moeten jullie het even zeggen. Want dan ga ik dat gewoon even doen. Kijk, deze is ook zo leuk. Met die libelles, vlinders, bijtjes. Die heb ik ook gebruikt. Ga ik jullie laten zien. En die leuke die ruitjes. Helemaal super. Dan deze met dat fotoframepje. Heb ik ook gebruikt. Daar kan je heel veel mee doen. En ook met de tekstjes eronder. Miss Love, get well soon. Just for you, thank you, special friend and happy birthday. Dus die is ook
zit erbij. En dan hebben we nog de twee grote stempels. De ene met die ruitjes, met die wiebertjes. En deze weer met de ruitjes, met scripten doorheen. Met de mooie cirkels. En weer de, ja, ik noem dat die pluisbloemen. Die kennen jullie wel. Nou, dat is de hele lijn. Als je die hele lijn zeg wil hebben, want ja, god, je vindt het wel heel erg leuk, dan is er een prachtige aanbieding. Dat is dan, als je de hele goodiebag met deze hele lijn, oh kijk, er zit zelfs nog washi-tape bij, dan kan je die hele lijn voor de hele mooie prijs krijgen met alle stranse papier stempels erbij als aanbieding voor €139,99. Of je kijkt op de webshop voor hetgene wat je los wil hebben. En terwijl ik dan toch bezig ben met prijzen en dingen noemen. Als je vandaag wilt bestellen, of je wil een ding uit deze live bestellen of uit deze lijn bestellen. Dan is het misschien wel een hele goede tip om dat te doen onder het tikkiemandje van Jolanda vanmorgen. Want jullie krijgen op je tikkiemandje van vanmorgen 15% korting. Dus dat is mooi meegenomen als je zegt van nou, ik vind dit of dat toch wel heel erg leuk. Dus ik ga dat of dit bestellen. Ik ga jullie laten zien wat wij gaan doen. Dit is de kaart die ik al als voorbeeld had gemaakt. Die hebben jullie gezien. Dat is zo'n leuke kaart waar de deurtjes open en dicht gaan. Je kan ook zien, nu kan ik het jullie goed laten zien. Ik heb ook de achterkanten bewerkt. En daar heb ik op gestempeld en met mask gewerkt. Op de achterkant heb ik ook een framepje gedaan en dingen. En ik heb hier op de voorkant ook gestempeld. Nou, die gaan we maken. Op de verpakking van deze, want ik ga nu ook weer maken, maar ik ga hem nu met andere kleuren maken, staat uitgelegd hoe je hem moest maken. En dat ga ik jullie even vertellen. Want ik denk dat dat wel handig is als jullie dat meekrijgen. Ik wil deze een beetje ruimte maken, mensen. Zo. Kijk, hier op de verpakking, hij spiegelt geloof ik, ik ga hem er gewoon even uithalen. Dat is misschien toch wel prettiger dat hij niet zo heel erg spiegelt. Kijk, je ziet hier de bruine, zeg maar, basis en daar hebben ze de groene op gedaan. De bruine basis, dat is de buitenste stans. En dat is van dat middelste. Kijk, van dat middelste is dat de kleinste. Want die andere twee, dat is het designpapier wat er overheen komt. Ik ga het jullie zo ook laten zien. Hè? Dus dit stansje uit je basis. En om dat nou goed te doen, hebben ze hier achterop beschreven dat de afstand tussen de buitenste stans en de binnenste stans moet 1,75 centimeter zijn. Dat is bij de buitenste stans. Ik ga hem jullie laten zien. Even zorgen dat ik niks door elkaar kom. Kijk, dat is dus deze. Ik heb hem nu in het wit gemaakt. Dan is het dus, de buitenste is 1,75. Dan neem je de volgende. Dat is dus waar de designrand van gemaakt wordt. Dat is dus de tweede stans die daarin zit. Tweede vierkantje. En het andere vierkantje. En dan krijg je dus de designrand. En dan staat er hier dus op aan de achterkant dat de afstand van je designpapier van de buitenste rand naar de binnenste rand 1,25 centimeter moet zijn. Helemaal. Dus aan de bovenkant en de onderkant en de zijkanten. Nou, als je dat nou goed doet, dan krijg je dus dit. Dan heb je de buitenkant. Zien jullie wat ik bedoel?
Dat was best even een puzzeltje, vandaar dat ik jullie dat even goed uitleg hoe dat zit. Nou, als je die hebt, dan stans je dit gedeelte. Kijk. En dan komt dit eruit. Nou, dat zijn die twee, zeg maar, deurtjes die hier komen. Dat zijn deze. Nou, die moet je dus vouwen. En die vouw je. Je maakt hier een U-vorm van. Zie je? Een U-vorm. En dat doe je aan twee kanten. En bij alle twee. Bij twee kanten. En bij alle twee. Nou, die gaan we er straks op plakken. Maar dan gaan we stap voor stap plakken. Dan heb je de achterkant. Nou, de achterkant is weer natuurlijk de grote. Zeg maar, als van de voorkant. Alleen geen vierkanten uitgehaald. En daar heb ik een achterkant opgemaakt. En dit gaan we straks dan zo op elkaar doen. Snappen we? Als je hem niet snapt, gewoon zeggen, hè, want dan ga ik het nog een keer uitleggen. Maar goed, ik ga deze kant natuurlijk even leuk bewerken. We gaan dat leuk bewerken. En hier zo heb ik dus beplakt en bestempeld. Dat ga ik bij deze anders doen. Dat ga ik jullie zo laten zien. Eerst gaan we de achterkant en dat randje bestempelen. Daarvoor ga ik gebruiken. Die leg ik even opzij. Die leuke stempeltjes die erbij zitten. En ik ga stempelen nu met Momento. En waarom met Momento? Omdat ik hetgene wat ik ga stempelen, nou, niet heel erg donker zwart wil hebben. Je kan het ook in kleur doen. En de kleur die ik erbij gezocht heb, dat is Tethered Rose. En ik ga jullie laten zien waarom ik die kleur heb gekozen. Even een blaadje, want dat ga ik eronder leggen. Hier moet die. Even kijken hoor. Kijk. Zo. En als ik die er dan nu opleg. Kijk, die kleur vind ik heel mooi overeenkomen met de kleur van het papier. Dus die kan je ook nemen om te stempelen. Ik heb nu gekozen even ook voor zwart. En je kan het ook combineren. We gaan het combineren. Is wel zo leuk. Ik neem even de rand die op de voorkant komt. Nou, wat gaan we doen? Ik pak mijn stempelsetje HEND Stempt 528. Het nummer van de mal. Ja, natuurlijk mag dat. Het nummer van deze mal is HENDCD709. Ik heb er straks nog een, hè? Die andere mal. Ga ik ook laten zien. Uit deze neem ik nu even het leuke stempeltje met, zeg maar, die hoekjes die erop zitten. Ik neem het Tethered Rose en ik beinkt hem en ik ga stempeltjes erop zien. En ik zie nu dat je het al heel moeilijk ziet, dus dan gaan we over toch op de zwarte. Kijk. En dan leg ik hem er gewoon op. En dan kan je hem gewoon stempelen wat je leuk vindt. En ik ga er zo nog andere dingen ook op stempelen hoor. Dus, want hier zit nog meer op. Kijk, ik maak hem wel even een beetje schoon. Hier zitten ook nog leuke inktvlekjes op. Die doe ik even, want die is zo klein. Dus kan ik hem niet in mijn hand houden. Kijk hoe grappig. Tenminste, ik vind het grappig. En dan heb je van die inktvlekjes erop. Dan kunnen we deze op de kaart gaan plakken, alvast.
Dan hebben we die vast af. Dan mag mijn stempelpapiertje even weg. En dan doe ik gewoon lijm op mijn papier, op mijn designpapier. En dan plak ik die mooi op de voorkant. Zo. En dit is echt ik vind het een superleuke mal. Want ik heb al lopen bedenken, als ik dan bezig ben, denk ik ook, dat is ook leuk daarvoor, dat is ook leuk daarvoor, dat is ook... Dus ik heb al lopen denken, voor kerstkaarten en andere dingen is deze ook wel heel erg leuk, hè? Hij hoort bij deze lijn, maar qua mal is hij natuurlijk voor veel meer dingen te gebruiken. Dit is de voorkant. Dan ga ik ook gelijk de achterkant doen. En op de achterkant ga ik net zoals dat ik hierin heb gedaan... ga ik de achterkant ook bestempelen. Nou, dan neem ik weer die leuke stempel met de en dan kan je gewoon random waar je wil in beeld blijven. Zet je je stempeltjes erop en ik ga zo ook het frame erop stempelen. Dat vond ik wel heel erg leuk. Ik neem ook die leuke rondjes erbij. Kijk dan. Dat is toch supers. Zo. En het frame is ook wel heel leuk om daar op te stempelen. Dan kunnen we daar straks weer wat leuk overheen plakken. Dan neem ik natuurlijk een iets groter stempelblok. Anders dan past die niet. Die is ook te smal. Dan pakken we die. Dan past die wel op. Kijk. En dan beinkten we die ook weer. En hier heb ik alweer een leuk idee. Dat gaan we zo ook gelijk doen. En deze stempel ik in het midden. En hoe dat valt, dat maakt gewoon helemaal niet uit. Ik hou hem zo. Even kijken wat boven en beneden is. Maar dat maakt op zich niet zo heel veel uit. Een beetje recht. Kijk. En wat nu ook heel leuk is, is dat als je deze opnieuw stempelt, bij wijze van spreken op... Ik ga het wel laten zien. Ik had papier erbij gekozen, wat qua kleur er heel mooi bij past. En als je deze nu hier ook opstempelt. En ik knip hem zo uit qua frame. Je plakt hem eroverheen. Dan komt hij wel heel leuk naar voren. En dan hoef ik niet per se die pukkelrandjes te hebben of die ruitjes. Ik hoef alleen het frame. Dus dan stempel ik die hier. Kijk. Een mooie plaats schoonmaken. Nou, een oplettende kijker heeft al gezien dat ik mijn mooie plaat van Studio Light eronder heb liggen. Ik ben daar helemaal blij mee. Want je kan alles erop. Hij is magnetisch. Werkt heerlijk. Nou, dan ga ik deze uitknippen. Kijk. Dankjewel Jolanda voor het linken van de mal. Je kan alle producten ook inderdaad in de webwinkel vinden. Hè? Kijk.
Nu knip ik dus dat frame wat ik gestempeld heb, knip ik uit. En die ga ik op mijn gestempelde achtergrondje plakken. Ik zie dat ik hem hier nog wel ietsje bij kan knippen. Nou, dat binnenste ga ik er ook uithalen. Hoe doe ik dat nou altijd? Dan kan je er met je schaar even een sneetje in geven. Ik zet even gewoon. Zien jullie dat ik ook op mijn glasplaat snij? En ik heb geen kras in mijn plaat nu, hè? Dus dat kan ook. Nou, dan knip ik ook die binnenkant eruit. Je kan hem er ook uit snijden wat je zelf het prettigste vindt. Maar ik haal dus nu ook de binnenkant eruit. In beeld blijven knippen. Kijk. En deze, dit papiertje heb ik gekozen uit het paperpad. Dat zal ik jullie dan ook gelijk doorgeven. Waar is mijn achtergrond? Hier. Kijk, als je die nu hier overheen plakt, dan komt die gewoon heel leuk naar voren. Nou, dit komt uit het paperpad Blushed. Dat is misschien ook wel handig om te weten. Dit is het paperpad van Studio Light Blushed. En dat is paperpad SLEE PP52. Nou, die ga ik gelijk vastplakken. En dan kunnen we straks dus die achterkant ook bewerken met iets. Een tekst of een ding. Weet ik nog niet precies wat. Hoe leuk is dat? Dus dan heb je de achterkant ook klaar. Dan ga ik de achterkant gelijk op mijn achterkant plakken. Kan je natuurlijk altijd op de een of op de ander. Het verstandigste is om het via het designpapier te doen. Want dan heb je gewoon de goede maat. Dat werkt het handigste. Kijk, die is klaar. En dan komt deze er zo meteen voor. Maar nu gaan we eerst dus de twee deurtjes, klepjes maken die er nog in moeten. Dat is ook even een puzzeltje. En daarom is het altijd wel leuk dat winkels een live regelen voor jullie. Zodat jullie ook gelijk even een steuntje in de rug krijgen hoe je dat nou zou moeten doen. Waar zijn mijn... Dit wordt het deurtje. Daar ga ik zo meteen deze opplakken, denk ik. En dan ga ik met deze, met dit papier, ga ik weer de deurtjes stansen uit de andere stans die ik had. Die heb ik net niet gebruikt, maar nu wel. Kijk, dat is deze. Deze twee framepjes passen precies op de deurtjes die ik dus net heb gedaan. Dus wat gaan we nu doen? Ik haal deze eruit. En deze ga ik zo meteen stansen. En die ga ik stansen met de donkere kleur. Kijk, want die valt dus heel mooi op deze achterkant. Dus deze stans, ik ga het nummer noemen, HENDCD706. Die is heel mooi te combineren dus met deze deurtjes. Ik ga het jullie laten zien. Daarom heb ik het nog niet gedaan. Ik denk, dan kan ik het mooi laten zien. Daarvoor pak ik even mijn kleine stansapparaatje. Vind ik wel zo handig. En daar past het ook precies op.
Hier is die. Ik leg mijn frame op deze. Dan ga ik hier een reepje afknippen. Wat ongeveer dus de maat is hiervan. Dat is 1. En dan ga ik de donkere kleur nemen. Dus dan leg ik de donkere kleur op het stansje. Om nou te zorgen dat hij niet glijdt. Kijk, op mijn andere heb ik een magneetmatje hier niet. Daar kan ik wel sticky ding onder doen. Maar wat je ook kan doen, wat prima werkt, is een klein stukje malle tape of een stukje washi tape. Nou, mijn malle tape zie ik niet zo heel snel. Die heb ik wel hoor. Studio Light heeft prachtig malle tape voor ons gemaakt. Ik weet niet waar ik hem zo gauw gegooid heb. Ik neem even een stukje washi tape. Kijk, dan zet ik dat vast, zodat mijn papier zeker blijft liggen. Goed op de stans. Kijk, zie je, ik loop nu al te knoeien. Dan kan je het beter zo doen. En deze vastplakken, dan weet je zeker dat die blijft liggen. Kijk, zo, draai hem om. En ik draai hem er doorheen. Door mijn kleine machientje. Nou, zoals jullie misschien al gezien hebben, komt eind van de maand komt ook van Studio Light een klein stansmachientje uit. Ik ben daar heel nieuwsgierig naar. Kijk, hier hebben we luikje 1. Kijk dan hoe geinig. Dan pakken we de onderkant die ik heb en dan kan je hem daar op plakken. Nou is het ook leuk om natuurlijk die achtergrond nog iets te bewerken. Want die is nu al een beetje saai. Dus dan gaan we die zo meteen ook bestempelen. En ik ga er ook nog wat andere takjes bij doen. Dat ga ik zo laten zien. We gaan nog zo'n stukje voor de andere kant maken. Dus dan neem ik het andere deurtje. Deze. Die leggen we ook. Nou, hij past precies precies. Of niet? Nee. Niet gokken als het niet kan. En ik heb papier genoeg. Maar ik ben altijd zo. Vind ik altijd zonde. Als het niet nodig is, is het niet nodig, zeg ik altijd. Dus dan deze. En ook hier weer het stukje tape op. Zodat hij goed blijft zitten. Kijk, dat is niet goed. Hij steekt er aan de bovenkant uit, dus even zie dat je goed moet passen. Zo. En ook deze draaien we door mijn mini machientje, waar ik heel blij mee ben trouwens hoor, want dit doe je gewoon, je bent bezig en dan kan lekker je... Lekker gewoon doorwerken, hoef ik niet naar de andere kant. Kijk, en dan hebben we het andere deurtje. En wat ik nou leuk vind, is nu hebben we op alle twee die deurtjes dus. Kijk, dat wordt dus zo. Even een beetje ruimte maken. Anders zien we door de bomen het bos niet meer. Kijk, dit is een deurtje en dat is een deurtje. Zo. Nou, hier kan best nog wat bij. Dus ik ga stempelen. Daar ga ik straks nog een bij of een vlinder op doen. En wat we ook kunnen doen, in de stans zitten nog die losse takjes. Nou, die ga ik er zeker nu even bij pakken. Ik doe die ook even. En welke we gaan gebruiken, zien we wel. Dat doe ik wel vaker. Dan doe ik ze gelijk even allemaal. En doe ik ook de vlinder. Dan pak ik weer mijn... Leg ik ze neer. Als die wil. Dat is 1. Dat is 2. En nu neem ik niet de donkere kleur.
Nu neem ik de lichte kleur. Want dan steekt dat juist leuk af tegen de andere kant. Dus nu laat ik de donkere kant boven en de lichte kant onder. De lichte kant zit dus nu op de stans. En dan krijg je dus nu de lichte kleuren uitgestanst. Nou, laten we kijken. Dus die kan je erachter doen. Of deze erachter. Gaan we zo kijken wat het leukste is. En dan heb je je deurtje. Heeft dus met twee kleuren papier op de achtergrond. Deze is ook wel heel leuk. Nou, welke we gaan doen, gaan we zo bekijken. Maar voordat de deurtjes nu in elkaar zitten, gaan we eventjes stempelen. Dan gaat hij wat meer spreken, die achtergrond. Waar is mijn prikpen? Hier komt het leuke vlindertje. Als die wil. Kom. Ja, daar komt hij. Zie je? Wat een schatje. Die kunnen we zo ook gebruiken. Oké, dit even weer aan de kant. Gaan we aan de achtergrond. Wat ga ik op de achtergrond stempelen? Ik ga, denk ik, die grote stempel eens gebruiken. Voor de achtergrond. Daar zit die. Hier. Dat is 1. En dat is 2. Ik ga eerst de ruitjes gebruiken. En die laat ik gewoon op mijn plastic zitten. En ik neem een gedeelte wat ik denk nodig te hebben. Dat ga ik bestempelen. Kijk ik even aan die kant. Ik neem dit gedeelte ongeveer. Dan neem ik mijn stukje papier. Dan leg ik hem op. En ik druk hem gewoon af. En dan hebben we hier 1 gedeelte. En ik ga hier ook een gedeelte doen. Neem ik de andere kant. Die leg ik hier neer. Nou, doe ik een stukje onder. Kijk. En dan heb je 2 deurtjes gewoon bewerkt. Waardoor het iets meer, straks komt dan de rest iets meer naar voren. Nou, die maken we zo schoon. Wat ga ik nu doen? Mijn plaat even schoon, want anders wordt alles zwart. Ik ga deze zometeen aan deze kant plakken. En dan ga ik deze ook bij plakken. Deze plak ik eerst. Die lichte plak ik eerst. En dan plak ik uiteindelijk deze eroverheen. Dus het deurtje eroverheen. Ik neem mijn lijm. En ik doe hier en daar een dotje. Zo'n lekker stipje. En dan doe ik hem een beetje aan de voorkant. Zo. En dan gaat deze eroverheen. Die rand. Wat gezellig dat jullie met zoveel kijken, jongens. Meiden, heren, dames. Leuk. En nog een keer, hè. De goodie bag. Waar alles uit deze lijn in zit. Voor de mooie aanbieding.
van 139,99. En alles wat jullie willen bestellen vandaag, onder Tiki Live van Jolanda van vanmorgen, bestellen. Want dan krijg je 15% korting. Dat geldt natuurlijk niet op de kortingartikelen, op afgeprijsde artikelen en niet op de goodiebag. Maar dat snapt jullie al, want daar zit al korting op. Deze doen we aan de andere kant. Ga ik deze ook? Ja, ik ga die daarover doen. Ik neem de koren-ei. Ik zal straks nog even die met die drie luikjes ook laten zien. Hè? Want die heb ik al wel klaargemaakt. Ik weet niet of we tijd hebben om die ook te doen. Of ik kan eraan starten. Deze gaat er overheen. En dan zie je, hè, ik heb uit het blok nu een ander designpapier gekozen. Waardoor ik dus ook een ander basispapiertje heb genomen. Dus het geheel een andere kleur. Een andere uitstraling die je kaart zo meteen dan toch heeft, hè. Je mag ook plakken. Vind ik ook goed. Zo. Dan ga ik hier natuurlijk nog wel wat een leuke vlinder op stempelen. Want zo is het anders maar heel saai. Dan is dit het deurtje. En bij het deurtje moet je erop letten dat het schuine stukje wijst naar links. Dus zo wordt het deurtje. Dus zo komt het ene deurtje erop. Deze komt hierop. En het andere deurtje, dat komt ernaast. En dat gaat ook met het schuine kantje, wijst die naar links. En daar komt deze op. Hop. En hoe we hem op de kaart gaan plakken, daar moest ik best even puzzelen. Maar ik ga het jullie zo laten zien. Dan wil ik nu hier nog even wat op. Waar is mijn doosje? Ik had natuurlijk al voorwerk gedaan. Ik had een heel doosje. Oh, die staat naast me. Kijk, ik had al gestanst en dingen gedaan. Ik heb hier nog een leuk bijtje. Ik heb een... Kijk. Een... libel. Ik heb hier ook nog een bijtje. Die gaan we er zo op doen. Dat vind ik wel leuk. Dan kunnen... Nee, ik ga er geen... Als je nou denkt van ik vind... Want dat heb ik natuurlijk ook. Je zou er ook zwart op kunnen doen. Hè? Dat steekt ook heel mooi af. Net wat jij mooi vindt. Maar ik hou hem zo omdat ik hier dus nu een libelle op ga doen. En het zwarte bijtje op ga doen. Aan de binnenkant ga ik een tekst doen. Die gaan we zo stempelen. Dus deze ga ik nu opplakken. Die doe ik hier. En als je wil, kan je de vleugeltjes wat los doen. Dat is naar je eigen ideeën. Je kan het dan zo doen. Even een heel dun kwastje pakken, zoals ik het altijd deed. Ik had altijd een ct-prikker, maar die heb ik van de week weggedaan. Want die was niet meer goed. Je kan eventjes het vleugeltje rond een pen of een ding. Dan komt die iets omhoog. Dan komt er iets speling in. Kijk, dat is, vind ik altijd wel leuk. En dan plakken we hem gelijk op de achterkant. Tenminste op zijn deurtje. Hè. Ik ben straks mijn vlindertje kwijt. Oh, inderdaad. Dankjewel. Dankjewel, Marie-José. Dat is altijd, hè, met zulke kleine dingetjes, dat je daar toch wel op moet letten.
Nou, dat is één deur. En dan ga ik dit vlindertje hier doen. Dat is misschien handig als ik eerst even de vleugeltjes doe. Die plak ik hier op. En straks ga ik die vleugeltjes nog bewerken, maar dat doe ik straks als ik klaar ben. Want dat moet dan drogen en dan kan ik niet meer werken. Dus vandaar dat ik ervoor kies om dat straks te doen. Hier hem op. Zo, en je ziet twee schuine kantjes wijzen die kant uit. Dan ga ik mijn kaart pakken. Daar ging ik op de achterkant nog even de tekst doen. We kunnen ook misschien wel dat washi tape doen. Dat is ook leuk. Kunnen jullie het ook gelijk zien? Hier is er op dat washi tape, op die ene, daar staat Wishing you a wonderful day. Nou, als ik dit nou in stukjes knip... Kijk, wishing you, die zet ik hierin, wel recht, niet scheef, gaan we niet doen. En mijn smolletje hier. Maak ik los, anders past die niet. Die doe ik eronder. Recht. Kijk. Wonderful day. Dat is het laatste stukje en die doe ik er weer onder. Recht, Marjan. En dit vind ik niet mooi. Dus daar ga ik iets inkorten. Want hij mag niet over het frame van mij. Want dat vind ik dus niet mooi. Hij moet erin vallen. En dat kan. Als ik hem aan beide kanten een klein stukje inkort. Dan past die besas, zeggen we dan altijd. Nou. Ja hoor. Goed gedaan. Wishing you a wonderful day. En nu gaan we plakken en dan moet je eventjes de truc. Barbatruc, hoe was het ook alweer? Je pakt je voorkant, die ligt erop. Dan ga je even kijken wat je aan de voorkant wil hebben. En ik denk dat ik hem zo ga doen. Met de spetters zo. Dan neem ik de eerste. Daar ga ik opdoen een stukje tape met lijm. Even kijken jongens. Tape. Yep. Dubbelzijdig tape neem ik. Hup, 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 barbatruc. Ja, inderdaad. Inderdaad. Dan doe ik hier een stukje tape. En aan de onderkant een stukje. Dat heb je als je kleinkinderen krijgt. Dan opeens dan komen die dingen weer terug. Ik heb ze met mijn eigen kinderen gekeken. En nu kijk ik het dan weer met de kleinkinderen. Ja, nu niet meer. Die zijn alweer groter, maar zometeen met de volgende denk ik wel weer. Oké, dan haal ik hier het tape vanaf en dan doe ik er ook nog een klein beetje lijm op. Dat is een vervelende prikpen. Waar is mijn goede prikpen? Prikpen van Studio Light werk ik heel graag mee. Doe
doe ik ook nog een beetje lijm op. En dat doe ik omdat ik dan de gelegenheid om wat te schuiven. Maar dat kennen jullie, hè? Hier had ik hem even op moeten laten zitten. Die doe ik later. Dus ik doe alleen even deze kanten van de voorkant. Want die schuine kantjes komen tegen de voorkant aan. En dan maken we een U'tje naar de andere kant. Wat ga ik doen? Ik pak mijn voorkantje. Ik vouw het U'tje. Dan leg ik hem hier precies in. Zie je waar die moet komen? Zien jullie het goed? Zo komt het deurtje. Dus zo leg ik het erin. Dan past die precies. En dan vouw ik hem om en plak ik hem. Dat is één. Deze komt straks op de achterkant, hè? Maar nu eerst de twee deurtjes. Ik ga nu ook het andere deurtje plakken. Doen we hetzelfde. Het dubbelzijdige tape voor de stevigheid. Dat is 1. Dat is 2. En ook op de twee achterstukjes doe ik het dan. Dan haal ik die aan de voorkant geplakt worden. Daar haal ik het beschermtape vanaf. Kijk. Die ook. Van de achterkant laat ik even zitten, want die doe ik zo meteen. We doen er een beetje lijm bij, zodat we speelruimte hebben om te kunnen schuiven. Dan ga ik hem omdraaien en let goed op, hij moet er zo in. Dus ik draai hem om. Dit is de bovenkant en hier ga je ook weer passen. Je legt hem tegen die kant aan. Die moet even weg. Tegen die kant leg je hem aan, want hier komt het deurtje. Zie je wat ik doe? Pas hem precies in het gat tegen de achterkant van het uitsnij en ik plak dat schuine randje plak ik hierop. Nou, en dan zit hij. Zo goed als je hem op twee deurtjes die open kunnen. Nu gaan we hem op de achterkant plakken. Nou doen we dus hetzelfde. Ik leg hem neer. Ik haal even het bescherm. Tape af. Ik doe deurtje voor deurtje. Het is best nog even een iets waar je... Nou, dat moest even puzzelen. Ik heb het nu een keer gedaan, dan heb je het door. Maar daarom zijn deze filmpjes voor jullie handig. Dan kan je het zien. En wat ik nu ga doen... Ik ga die achterkant... Let op wat boven en onder is... Ik leg hem op deze, gelijk met de achterkant en ik plak hem erop. Eén deurtje zit. Kijk, één deurtje zit. Nou ga ik hem bij de andere loshalen. Misschien dat je alle twee tegelijk kon doen, maar ik vond... het voor mij op deze manier gewoon goed werken. Een beetje lijm om te kunnen schuiven. En ook hier, oh, ik stoot tegen mijn ding. Leg hem erop. Houd hem even vast. Kijk, waarom doet hij het nu niet? Je vouwt de U, hè? Zo.
Daar komt hij. En hier, je kan hier aan de bovenkant dus de U'tjes zien. Zie je? En de voorkant, daar heb je de twee deurtjes. Dus zo zit deze in elkaar. En de achterkant. Nou zei ik nog dat ik de vleugeltjes nog zou bewerken. Nou, dat heb ik dus gedaan op mijn andere kaart. Waar is die zo in de gauwigheid? Hier in mijn mooie doosje gedaan. Daar heb ik... Oh, hier ligt die. Op de vleugeltjes van de libellen en van de bij heb ik gedaan... Oh, deze heb ik niet goed geplakt. Ga ik nog een keer plakken. Heb ik... hoe heet dat ook alweer? Glossy accents gedaan. Dat kennen jullie wel, hè? En ik heb het lijfje met steentjes gedaan. Nou, dat kan je dus hier ook nog doen. En je kan dus hier nog steentjes opplakken wat je wil. Ik zal eens kijken of ik hier de kleur steentjes heb die ik zou willen. Deze kunnen wel. En dan kan je dus de, hoe heet het, de libel als lijfje rhinestones geven. Rhinestones. Nou, kom, zo moeilijk woordje is het niet. Kijk. En deze moet je even lossnijden. Dat vond ik wel even een iets om rekening mee te houden. Maar ze zitten op een lijmstrip. En je snijdt ze zo los. En dan doe ik ze met de... Kijk, een inkleur. En dan komt hij ook gelijk, krijgt hij wat meer body. Nou, het hoofdje doe ik wat groter. Daaronder doe ik ze wat kleiner. Zie je? Nou, bij de bij doe ik dat niet, maar je kan hier dus op de zijkanten ook gelijk. Een steentje aanbrengen. En dat geeft dan toch weer wat extra's aan je kaart. Nou, dan pak ik dus mijn glossy accents. En dan doe ik het op de vleugels. Waarom moet ik nou altijd eerst weer gaan puzzelen voordat die open is? Ja. Kijk, zo op de vleugeltjes en dan gaat het wat glimmen. En dat vind ik wel leuk, omdat de vleugels van de libellen zijn toch altijd wat doorzichtig, net zoals bij de bij. Nou, en dan heb je zo je kaart. Ik zal hem even omhoog houden, dan kunnen jullie het wat beter zien, wat dichterbij zien. Kijk, dit is hem. Is toch geinig? Tenminste, ik vind het geinig. En dan wil ik jullie gelijk dan toch ook nog buiten dan deze even die andere die ik heb gedaan. Die ligt klaar. Om te laten zien dat dat toch wel ook een heel leuk model is. Maar ook echt wat anders. Nou, daar komt hij. Deze heb ik in het groen bedacht. En ik vond het wel leuk om jullie te laten zien dat het toch ook in alle kleuren kan. Ruimte. Ik functioneer niet zo goed met een heel slordig bureau. Hebben jullie dat ook? Ik vind altijd, als ik aan een nieuw project begin, dan wil ik dat mijn bureau opgeruimd is. Misschien iets raars, maar dat, nee, dat heb ik. Dit is het A5-model. Het A5-model werkt in feite hetzelfde. Ik heb hier gekozen voor donkergroen
met die groene achterkant. Hier zo leg je eerst weer, pak de mal erbij. Kunnen jullie het goed zien? Eerst weer de buitenste mal. Kijk, de buitenste mal en de kleinste rechthoek leg je op je snijmachine. En dan moet de afstand van boven naar de binnenste rechthoek 3 centimeter zijn. En ook uit de kant 3 centimeter. Dan krijg je dit resultaat. Als je dan je designpapier neemt, dan neem je de binnenste rechthoek. En je neemt de grootste rechthoek van de twee kleinere. Dan krijg je deze ook. Dan staat er ook hier weer uitgelegd dat vanaf de rand van het designpapier naar de andere kant van het designpapier 2,5 centimeter is. En ook hier aan de zijkant 2,5 centimeter. En dan kom je precies zo uit. Dan wordt dit je voorkant. En dan heb je in feite wat we net hebben gedaan met die andere, heb je nu 3 deurtjes. En die moet ik nog even passen. Waar dus hier komt deze op, die komen hierin. En dan krijg je dus 3 van die deurtjes. Dit moet natuurlijk naar beneden, maar dat snappen jullie. 3 deurtjes. 1. 2. 3 deurtjes. En die komen dan weer op die achterkant. Het geheel. Ja. Dus dit is die andere mal. Ja, ik vind hem geweldig. Ik ga hem, ik weet niet of dit weekend nog wordt, want ik ga een week op vakantie en ik ga straks mijn tas inpakken en dan ga ik weg. Ik neem wel wat mee, maar ik weet nog niet wat. Dat wordt dus deze kaart met die 3 vakjes. Nou, dit is gewoon een ontwijze leuke basis mal om te hebben, want hij is dan, komt dan uit binnen Nature's Dream. Maar ja, dit kan natuurlijk met alles. Ik ga ook andere voorbeelden hiermee maken, hoe leuk die kan zijn met ander designpapier en met een ander thema. Kerst of Halloween of weet ik voor wat. Dit is de mal. Ja, de schuine kant moet naar links, dus waarschijnlijk moet ik hem zo, moet ik hem even omdraaien en dan komt dit naar voren. Dus de schuine kant gaat naar links. Kijk, zo. Zo moet hij geplakt worden. En dan komt hier het designpapier op. Klopt. Zo gaat hij worden. Patrice, dus je hebt goed opgelet. Compliment. Dus dit is hem. Ik ga het nummer noemen. Het nummer van deze, die A5... trio flipkaart is HENDCD708. En bedenk, hè, als je dus zeg maar wat zou willen, vandaag onder de Tiki Live van vanmorgen krijg je 15% korting. De goodie bag, als je alles wil van deze lijn, dan kost je €139,99. En nou, dan denk ik dat ik alles genoemd heb. En als je de spullen losneemt, dan vallen die natuurlijk ook onder je korting. Dus zoek de Tiki Live op van vanmorgen. En dan kunnen jullie naar hartelust shoppen als je dat zou willen. Dames, bedankt voor jullie aandacht. Ik vond het heel erg leuk om weer eens te doen. Ik zie jullie graag een andere keer. Heel fijn weekend nog. En graag tot ziens. Doei doei. Fijn weekend allemaal nog.